Welkom bij Anna TV, een kijkje achter de schermen bij de Sint Anna Zorggroep. Vandaag zijn we in Gelderop, bij de afdeling voor maag, darm en leverziekten. Meneer Dijkman? Jazeker. Meneer Dijkman heeft pas geleden deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker. Naar aanleiding van dat onderzoek is hij opgeroepen. Dat gebeurt zo snel mogelijk, in elk geval altijd binnen 10 werkdagen. Meneer Dijkman heeft meegedaan aan het bevolkingsonderzoek voor dikke darmkanker. Hij heeft een ontlastingstest ingeleverd en daar bleek bloed in te zitten. Die ontlastingstest is bij ons terechtgekomen, de uitslag daarvan. En dat was de reden om meneer Dijkman op te roepen voor een intakegesprek, waarin we zullen gaan uitleggen wat de verdere routing in het ziekenhuis is. De bedoeling is dat hij een dikke darm kijkonderzoek zal ondergaan om te onderzoeken wat er precies aan de hand is. Bloed in de ontlasting kan ook andere oorzaken hebben. Daarom moet er vervolgonderzoek plaatsvinden. Meneer Dijkman wordt nu voorbereid op dat onderzoek. Met speciale apparatuur gaat de arts in de dikke darm kijken of daar polypen zitten of misschien zelfs een tumor. Nou was die meneer hier uitgekomen omdat er bloed gevonden was. Betekent dat dan ook dat hij darmkanker heeft? Nee, zeker niet. In de helft van de gevallen blijkt er uiteindelijk bij aanvullend onderzoek niets aan de hand te zijn. En in de andere helft van de gevallen dan wordt er wel iets gevonden. En iets gevonden kan betekenen dat er een kleine polyp of een grotere polyp in de darm aanwezig is. Het kan ook zijn dat er al sprake is van een wat verder gevorderd stadium, namelijk een vorm van kanker. Want hoe zit dat dan eigenlijk in de darmen als daar iets zit? Nou, dit is een modelplaatje van de dikke darm. Bij hier de anus en dan hier de gele dikke darm overgaand hier tot aan de dunne darm. En we kunnen met een kijkertje in die darm kijken om te zien wat er aan de hand is. En als er een test bloed bevat, dan zou het kunnen zijn dat er ergens in de dikke darm een afwijking zit. Dat kan een kleine polyp dus zijn of een andere vorm van een afwijking die bloedverlies geeft. En daar kunnen we dus verder onderzoek naar doen. We zijn hier zo'n beetje halverwege de dikke darm. En we zien hier eigenlijk een volstrekt normaal slijmvliespatroon. Dat wil zeggen een intact slijmvlies zonder dat daar zweertjes of ontstekingen te zien zijn. En ook een normale vaattekening gezien die mooie paarse streepjes. Er zitten hier geen polypen en er zit ook zeker geen tumor in dit traject wat we hier aan het bekijken zijn. Het spannendste stuk van het onderzoek komt voor veel patiënten pas aan het eind. De uitslag. Soms is het slecht nieuws, vaak gelukkig ook goed nieuws. En voor meneer Dijkman is het gelukkig positief. Het onderzoek is ook heel goed verlopen. We konden prachtig uw dikke darm bekijken. Het was allemaal mooi schoon. En gelukkig hebben we geen afwijking in uw dikke darm kunnen vinden. Het was een hele mooie normale darm met normaal slijmvlies. Geen polypen gevonden. Geen aanwijzing voor kwaadaardige ziekte. Eigenlijk geen afwijkingen. Dus de test die u hebt ingeleverd, die dan wel aanwijzingen gaf dat er iets aan de hand zou kunnen zijn, die is uiteindelijk toch vals positief gebleken. En dat komt in de helft van de gevallen voor, zoals we weten. Dus gelukkig geen reden tot ongerustheid. En voor ons wel de reden om u over 2 jaar toch weer opnieuw te vragen om aan dit onderzoek mee te doen. Door opnieuw ontlasting in te leveren om te kijken of er nog steeds geen afwijkingen te vinden zijn. Dikke darmkanker komt 14.000 keer per jaar voor in Nederland. Bij die 14.000 voorkomens gaan er ongeveer 5.000 mensen per jaar dood aan dikke darmkanker. We hopen met dit onderzoek de sterfte te reduceren tot de helft. En dus terug te brengen tot 2500. En de ziekte dus op een zodanig vroeg stadium aan te treffen dat we voor de patiënt genezend kunnen optreden. En dan mag meneer Dijkman weer wat eten. En dat kan hij goed gebruiken na een etmaal vasten. Tot zover Anna TV. Tot een volgende keer.